Welkom dames en heren bij de 50ste uitzending van LOS Sport. LOS Sport betekent sport uit onze eigen gemeente, handbal, voetbal, de meevallers, de tegenvallers, noem maar op wat het allemaal al niet zich heeft voorgedaan in het weekend. We beginnen met voetbal de ster. Zondag speelde de belangrijkste Steense sportgebeurtenis zich af op het Hetje, de thuisbasis van de ster. Koploper Hoensbroek op visite bij de nummer 2 de ster. Ja, en die Steindenaren die moesten winnen. Niet meer en niet minder. En het werd een strijd waar bijna alles in zat wat er maximaal in een wedstrijd kan gebeuren. De eerste helft ging behoorlijk fel van start, al kwamen die krachtmetingen vooral uit de hoek van de ster. Het leverde het eerste kwartier een aantal mooie doelpogingen op. Hoensbroek had genoeg aan een gelijkspel en liet dat eigenlijk ook wel zo'n beetje blijken. Afwachtende partijtje. Over en weer werd het wel eens spannend voor beide doelen, maar de meeste tijd kwamen de teams niet dichtbij genoeg. En de ruststand was dan ook 0-0. In de tweede helft was het weer de ster dat een aanval trok. Hassan maakte binnen 10 minuten al bijna aanspraak op de eerste treffer, maar dat lukte nog net niet. Maar nog geen 15 minuten daarna maakte de keeper van Hoensbroek een forse, iets wat overbodige overtreding op Thijs Nieland en kon met rood vertrekken. Enkele minuten weer hilariteit in de tent. Chaos voor het doel van FC Hoensbroek, waarbij het leek dat Marco Jevrits de bal over de lijn werkte. En dat daar links en rechts ook nog wat lijfelijk contact was, was duidelijk. Nou, de scheidsrechter die keurde in ieder geval het doelpunt, ondanks felle Hoensbroekse protesten, niet af. Ja, en ze doen de leider dus daar met 1-0. Daarna stevige aanvallen door de ster die gretig gebruik maakte van een manneke meer op het veld. En uiteindelijk bepaalde Thijs Nieuwland de eindstand op 2-0. En vanaf dat moment had Hoensbroek niets meer te verliezen, zette alles op alles, maar kwam gelukkig voor de ster niet tot scoren. Zonder resultaat dus. U hoort Harry Larduda in gesprek met de winnende coach. Ja, stel ik met Ronnie Czorny, trainer van de Ster. Ronnie, een hele belangrijke wedstrijd, de Ster Hoensbroek. Nummer 2 tegen de nummer 1 en 3 punten in de wacht gesleept. Ja, nog verdiend denk ik. Hier stellen voor het puur tactisch steekspel weinig kansen, zo niet geen kansen. Hè. Ze gokken gewoon op een foutieve paas en dan snelle omschakeling met een lengte, met de lange bal. Een sterk wapen van hen, dat bewijzen ze dit seizoen ook. Ja, en dat weer vergewaarschuwd. Je hebt zo weinig mogelijk hoekschoppen weg, vrij trappen van de zijkant. Probeer de bal leeg te houden. En Timo Habeland houdt duidelijk de aanspraak op een nummer 10 te gaan voetballen. En ik moet zeggen, dat hebben we goed opgevangen. En dan terecht de ruststand 0-0. Ja, en dan tweede helft komen we 1-0 voor. Of misschien een reukje aan het doelpunt. Ja. Maar ja, dat dubbeltje dat valt nog eens naar onze kant vandaag. En dat mogen we ook wel eens. En dan ten afhankelijk dat ze gewoon wegkomen met 2-0. Want als die 4-5-0 op het bord zijn, hebben ze niks te vertellen. Want ze hebben geen kans gehad. Ja. Mag je stellen dat in de tweede helft eigenlijk een beetje het breekpunt wordt het wegsturen van de doelman van Hoensbroek? Ja, uiteraard. Uiteraard. Dan, voor mij wordt het even afwachten langs de kant. Wij gaan doen een trainer een hoedwolle. Ik zeg, ik ken me kan niet anders. Dat is een vuurgoede speler een hoedwolle. Ik zeg dan, moet Giel onze vrije man weer. En dan gaan we het goed breed houden. Belke rondspelen, vrije man zoeken en ruimte kan altijd. En niet wie een gek op zoek naar die tweede. Maar die kans die krijg je te krijgen en die arbeiders gaat verveer te maken. Ja, ja inderdaad, er waren kansen zat. Ja. Ja, 3 punten ingelopen op de koploper. Ja, zijn er nog kansjes? Ja, maar ja, kijk, ik ga niet eerlijk zijn gebocht tegen de jongens deze week gezag en in de bespreking voor de wedstrijd. Jongens, als het vandaag misgaat en je op alles in gedoen bent, niet eens om je te complimenteren. Als ze zoiets dat ze bij de laatste 8 van de beker zit, van Limburg naar Brabant, tot ze de tweede stijgen op 3 punten van de eerste, tot ze nog volop met is. Met toch een seizoen waar tot een Ikram Moemni gestopt is, Davy Otsemans gekwetst, Hassan die is de 4 wedstrijden gespeeld, Randy Wouter nog steeds niet fit, Tim Siepers gekwetst. Ja, dan mochten ze gewoon trots zien tot ze met allemaal Steinse jongens dat kunnen brengen. Ja, inderdaad. Dat is een heel mooi compliment aan de ploeg, denk ik. Maar ook aan de trainer.
Ja, luister, ik ben hier, als het seizoen gedaan is, ben ik in 7 seizoenen geweest. Ik heb hier alleen feitelijk maar hoogtepunten gekend. En ik hoop dat ik met een geweldig hoogtepunt kan afsluiten. En is het niet, dan heeft hij zich niet meer schatten verwieten. Dan hebben we weer een prachtig seizoen. Ja, inderdaad. Toen houden ze net al over de bekerwedstrijd. Ja, dat is toch ook weer een kwalificatie die ze gehaald hebben met de jongens. Moet toch ook een drive geven om verder te gaan? Ja, natuurlijk. Als ik zie, we zien van 9 oktober ongeslagen, van 18 september hebben we toesneed maar verloren. Ja, als de zus, we trekken de lijn door, we hebben Schaatswerk geklopt in de winterstop, Suster geklopt, we goeie Bekkerveld uit de beker, HVCH goeie uit de beker, allemaal eerste klassers. Ja, dan is het geen toeval meer dat ze dat brunchspel dat we vandaag ook weer gebracht hebben. Ja, en ja, wanneer komt er een einde aan het sprookje? Ik weet niet, ik hoop voor zo'n maas dat het volgende jaar bij hem nog weer gaat. En tot ik in Weerten zal ik neerzetten als we weer de sterren neergezet. Oké, nogmaals hartelijk gefeliciteerd ook aan de jongens. En ja, succes nog voor de rest van het seizoen. Oké, dank u wel. Geuzelsport won bij César, dat even wegzakt. En SHH verspeelde weer punten, nu tegen Genoud. Maar de verschillen die zijn heel klein. Kijkt u even mee. De kop is voor Hoensbroek. 3 punten volgt de ster. De nummer 3... is toch weer Geuzelsport, dat enkele weken van slag was. Maar andermaal terugkomt tot op 2 punten van de ster. César en Genoud, die blijven in de buurt. Dan gaan we gewoon naar aanstaande zondag. De topper is dan Geuzelsport tegen SHH, de nummer 3 tegen 4. De ster zelf mag geen misstap maken op visite bij Heer. Haslo dan. Zondag moest men afrekenen in Nieuwstad met de nummer 2 FC Ria, oftewel de voetbalclub Rooms in alles. Op voorhand geen makkelijke opgave dus. Ruststand 1-0 voor de mannen uit Nieuwstad, maar in de tweede helft kwam Haslo via Romen gelijk. Ondanks aandringen werd er niet meer gescoord en zo kon Haslo een puntje mee naar huis nemen. Zeker geen slecht resultaat. Maar ja, op de ranglijst schiet je er niet veel mee op. Door de winst van Borren op SVE zakt Haslo zelfs nog een plekje. Koploper Lindeneuvel verslikte zich lelijk in Reuzendoder SVM, dat tegen sterke ploegen wel vaker goed voor de dag komt en ook deze wedstrijd wist te winnen. Dit weekend ontvangt Haslo het matig acterende OVCS. Dat is de nummer voorlaatst. Over laatst gesproken. Ja, die overwinning van SVM, daar is men in Urmond bepaald niet gelukkig mee. Nu is het natuurlijk zo, om je te handhaven moet je zelf punten pakken. En dat deden de Blauw-Witte niet. Urmondia ging naar Markerbeek, DFC, de nummer 5 op de ranglijst. En de wedstrijd was goed 10 minuten bezig en Urmondia stond al met 2-0 achter. Urmondia was niet zoveel minder. En de inzet was lovenswaardig, maar soms zit het mee en soms zit het tegen. Verdiend scoorde Rick van der Guchten nog voor rust de Anschlusstreffer 2-1. Na rust moesten dan dus risico's worden genomen en dat pakte verkeerd uit. DFC was dankbaar voor de ruimte en liep uit naar 5-2. Zondag thuis tegen de nummer 2 FC Ria. Zondag ging Havantia naar Doenrade. En dat is de nummer 3 van beneden. Dat zeiden we vorige week al, dat zijn dus winstkansen. Maar helaas, het werd een 1-0 nederlaag en dat valt hard tegen. Na rust was nog heel wat mogelijk, of ja, eigenlijk met rust, want toen was het nog 0-0. Maar ja, daarna werd het 1-0 voor Doenrade en Havantia kon het tij niet meer keren. En daar ga je met 0 punten naar huis. De zo gewenste vierde plek aan het einde van de rit komt wel erg ver weg. Nu moet men het doen met een bescheiden 7e plek, middenmoot dus. Zondag een andere middenmotor op visite, KCC 13. En dat is een nieuw opgerichte wijkvereniging uit Heerlen. IVS, die gingen zondag naar koploper Lenne. Dat tot dan toe slechts 1 wedstrijd verloor. En ze doen de ruimte de dans leiden in 5C. Dan mag je ervan uitgaan dat er niet veel te behalen valt voor IVS. Ja, en helemaal niet als de ruststand al 5-0 is. En daar kwamen in de tweede helft er nog eens 5 scorers bij. En dan sta je uiteindelijk met die monsterscore van 10-0. De grootste uitnederlaag is een feit. De directe concurrenten Vesta en Conventus die wonnen. En zo werd het voor IVS een dag om heel snel te vergeten. Zondag, Vesta uit Melik komt op visite. Die wonnen dit weekend met 7-1 van het wel erg zwakke Zursersse Boys. Even op een rijtje zetten.
De Ster is de enige ploeg die uitspeelt. Die gaan naar Heer. De vier anderen thuis. Aslo tegen OVCS. Urmondia tegen FC Ria. Avancia KCC 13. En IVS tegen Vesta. Handbal. De meiden van ESC die moesten naar koploper Margraten met de wetenschap dat de thuisspelende ploeg bij winst kampioen kon worden. Daar kun je dus de borst alvast goed nat maken. Dan begin je ook nog slordig en daar sta je na enkele minuten al met 5-0 achter. Maar ja, toch herstelde de ploeg zich heel aardig en kwam tot 5-3 terug. Margraten veranderde van systeem, ging spelen met het vliegende kiep-idee. Bij aanval de doelvrouwen inruilen voor een veldspeelster waarmee je een overtalsituatie creëert. En daar had ESC niet van terug. En werd het eigenlijk al met al een eenzijdige partij, al was de ruststand 14-10 nog niet zo helemaal verkeerd. Maar na rust sloeg het noodlot toe. De kiepster raakt geblesseerd, moet worden vervangen door een veldspeelster. Ja, dan is het evenwicht zoeken, is de nederlaag eigenlijk een feit. En uiteindelijk wordt het dan 30-23. Margraten de kampioen en door naar de promotiepool. Voor ESC rest nog de rest van de competitie. En dat betekent beginnen met de thuiswedstrijd tegen HBO. Dat is om 7:15 aanstaande zaterdag. De heren die gingen zondag naar Kerkrade, wonnen met 22-27. De heren staan vierde en we mochten ervan uitgaan dat dat ook wel zo zal blijven. Zondag om 16:30 thuis tegen Rapiditas. Volleybal. De dames waren vrij, de heren gingen naar Stravok en verloren daar met 4-0. Nou, ze zullen het kort houden. 25-23, 25-14, 25-21, 25-22. Dit weekend naar Haira, de nummer 4 van de ranglijst. Een puntje pakken zou wel mooi zijn. Ja, en dan nog 3 wedstrijden te gaan om als eindsprint te gebruiken. Einde april zijn de volleyballers klaar. De dames ontvangen als nummer 7 Meerkerk, dat 6e staat. Een middenmotorduel met kansen, nietwaar? Badminton. Na 2 lange dagen in de sporthal en veel mooie partijen zijn de Limburgse jeugdkampioenschappen weer voorbij. Fleur Ostendorf wist een 3e plaats te behalen in de damessingle onder 13. Namens de trainers en bestuur en natuurlijk ook namens LOS Sport gefeliciteerd, Fleur. Tafeltennis. TTV Elslo 1 won van Sittard 3 met 6-4 en het tweede verloor bij Kerkrade met dezelfde cijfers 6-4 en het derde die waren vrij. Zaterdag heeft Elslo 1 vrij, gaat 2 naar Minor en gaat 3 naar Brunsum 4. Komen we bij atletiek. Kijk even een poosje vooruit. Zaterdag 15 april. Het is nog een maand, maar ja toch. Dan vindt de 54ste editie van de Kennedy Mars Sittard plaats met 80 kilometer, één van de langste wandeltochten in Nederland. Daarnaast kan ook gekozen worden voor de Swentybolt Mars, 40 kilometer, of voor de Minimars van 10 kilometer. Ja, die laatste die is eigenlijk uitgevonden voor de basisschooljeugd, maar veel gehandicapten die nemen hieraan de laatste jaren met veel plezier deel. Inschrijving is trouwens al een poosje open. Info via www.kennedymars.org en daar kan je ook de inschrijvingen regelen. Ander atletiek. Een van de richtpunten van René van Es is en was de halve marathon. Zondag was ze in Nijmegen te bewonderen en werd daar in een tijd van 1 uur, 19 minuten en 37 seconden vierde. Dat is die vervelende plek net naast het podium. Maar ja, ze had ook voor een derde plek ruim 1,5 minuut sneller moeten lopen. En dat is bepaald niet niks. Vierde plek voor René. Tot zover deze aflevering van LOR Sport. Heeft u nieuws over uw sport of was uw sport er niet bij? Geef dat nieuws dan door aan info@omroepstein.nl en u bent er de volgende keer wel bij. Tot de volgende week bij andermaal LOS Sport. Hai.